Wat doet het jou dat je nu hier staat met de gedachte dat er iemand hier is neergestoken of doodgegaan? Ik vind het, ik kon het gewoon niet geloven. Mm-hmm. Hij woonde achter bij mij, Koeweda. Mm-hmm. Ik heb hem vaak gezien en toen ze dat hoorde, kreeg ik gewoon een trauma. Wat voor soort persoon was het? Ja, ik zag hem altijd zijn hond uitlaten. Voor mij was hij altijd gewoon rustig. Mm-hmm. En toen ze dat hoorde, vond ik het gewoon niet normaal. Ja. Mm-hmm. Dat kan niet. Zo. Kan je zoiets voorkomen als je nu hier voor staat, voor de Bloemenzee? Denk je, het behoefde toch? Het had niet mogen gebeuren, zoiets? Ja, het kan, ja, het had niet mogen gebeuren. Ik kreeg allemaal, als ik hier sta, krijg gewoon allemaal kippenvel. En als je vriendjes dan? Wat doet het jou dat je hier staat? Ja, ik ben ervan geschrokken. Mm-hmm. Waar was je op het moment toen het gebeurde? Ja, ik was niet echt in de buurt, ik was iets verder. Kende je hem? Nee, ik kende zijn broertje. Mm-hmm. En ik zag hem ook vaak, ja. Waar denk je aan nu, dat je hier staat? Ja, ik ben ervan geschrokken, ja. Ja, ik zit hier op het verzamelpunt waar zo aanstonds de stille tocht gaat vertrekken om Franco te herdenken. De moeder van Franco zit naast mij. Het is een heel moeilijk moment voor zo'n gesprek, maar toch moet ik de vraag stellen. Hoe is het met u? Moeilijk te zeggen. Veel pijn. Veel, veel pijn. Een heel zwaar moment. Mijn eerste zoon als die. Ik heb veel pijn. Pijn dat je kan niet verdragen. Het is erg moeilijk. Toen het gebeurde, waar was je op dat moment? Ik was thuis. Ik was thuis in de keuken pastei aan het maken. En toen hoorde ik sirene. En mijn hart begint al te kloppen. Het enige wat ik zeg, God, ik hoop niet dat het een van mijn kinderen is. En toen kwam iemand rennen en zeg, Morena, die kale jongen, die donkere jongen die bij Snellemaal woont, is familie van je. Ik zei, ja, het is mijn zoon. Hij zegt, ja, ik kan het niet met zekerheid, maar ik kom zo terug, want het lijkt zoveel bloed. Mm-hmm. Maar ja, dat gevoel krijg je als moeder zijn, begrijp je? Zonder bevestiging, ik had altijd het gevoel dat het mijn zoon het was. Het moeilijkste moment uit uw leven? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Wat voor jongen was Franco? Franco was een jongen met een grote hart. Hij had wel een grote mond, maar een klein hart. Hij stond er klaar voor iedereen. Iedereen in de buurt die Franco kent, weet wie Franco was. Franco is een man die zou nooit eten waar mensen erbij zitten. Hij deelt alles met mensen. En iedereen die hem kent, kan dat bevestigen. Begrijpt u? Hij was echt een goede zoon voor mij. En een goede vader voor zijn kinderen. En een goede broer voor zijn broers. En een goede broertje voor zijn zus ook. Thank you.
Oké, schiet op, ja, schiet op, want ze lopen al. Wie was Franco van u? Franco was als een broer van mij. Ik ken Franco al 27 jaar. Ik ben zo wat met hem opgegroeid. Waar was u toen u het hoorde wat er met uw goede vriend en kennis gebeurd was? Ik lag thuis met mijn zoontje op bed. En toen belde mijn jongste zusje me op en ze zei van, weet je wie net dood is gestoken? Maar het begon als snel te kloppen. Zei ik nee, zei ze Franco. Dus toen ben ik gelijk uit huis gegaan rond 12 uur en naar zijn moeder gegaan. Zijn moeder gaan condoleren. Wat ging er door je heen op dat moment? Ja, verdriet, pijn, angst. Dat zoiets gewoon met hem heeft kunnen gebeuren. Hij was een goede jongen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon bang geworden voor Yvonne Noord. Het is gewoon beangstig. Ik ben gewoon bang om over straat te lopen gewoon nu. Dus je denkt dat elke woordenwisseling wat mensen onder elkaar hebben aanleiding kan zijn voor de afloop van zoiets? Ja, eigenlijk wel. Ik had niet verwacht dat Franco dit sowieso zou overkomen, want hij liep altijd met zijn vrienden. En ja, je ziet het wat zijn eigen vrienden met hem hebben gedaan. Met zijn tweeën. Ze waren nog in zijn huis bij zijn moeder aan het eten en dan steek je hem neer. Dus ja, daarom heb ik zelf geen vrienden of vriendinnen. Want je vrienden en vriendinnen zijn. Wat stellen vrienden en vriendinnen voor? Niks. Ja, dit zijn de moeilijke momenten waarop je soms keuzes moet maken. Hoe ga je Franco herinneren? Ik ga Franco herinneren als een goede vriend. Mijn vader, mijn broer, mijn maatje. Ja, en mijn geliefde, om het zo te zeggen. Ik hield verschrikkelijk veel van hem. Ik hield van hem en ik hou nog steeds van hem. Ik zal altijd van hem houden en ik neem hem altijd mee in mijn hart. Ik hou van je, Franco. Zo. Ja. En u vindt het natuurlijk heel erg. Wat vindt u van het voorval dat zich hier heeft plaatsgevonden? Ik vind het heel erg. Ja? Ik vind het niet normaal. Ik woon zelf in de Erasmusstraat.
Maar ik vind het heel erg dat zoiets gebeurt. En het is niet één keer, maar om de havenklap gebeurt er wat. He, van schieten en moorden en al die dingen meer. Maar ik vind het gewoon heel, heel, heel erg dat dat zo gebeurd is. Kan je zoiets voorkomen? Ja, dat weet ik niet. Zoiets, als het enig is, en, ja. Het moet wel te voorkomen zijn. Maar ja, hoe? Dat is het hem juist. Vindt u uw buurt veilig? Nee. Ik vind het een rotbuurt. Wat bij wijze van spreken van bij wijze van, want ik zeg ook, normaal op straat kun je niet meer lopen veilig. Dat gaat niet. Want nou ben ik wel naar bos geweest, natuurlijk dit nog hartstikke licht. Ja. He? Maar voor hetzelfde geld gebeurt er ook weer wat hier zo. Want die buurt is niet veilig. Was dat vroeger wel het geval? Vroeger hoorde je nooit wat. In mijn jeugd, zo gezegd, ik ben wel niet zo oud, ik ben wel, ik ben 66, doet niet de zaak. Maar vroeger hoorde je nooit van moorden, nooit van, mes steken, daar hoorde je nooit wat van. Het was een sociale buurt. Het was een hele sociale buurt, maar nu is het een, ja. Nou, ik zou maar niet zeggen. We moeten toch positief de toekomst blijven inkijken en laten we met elkaar hopen dat het toch wel goed komt. Ja. Tuurlijk, dat moet je ook doen. Maar weet je wat het is, meneer? Je hoort af en toe te veel. Schoonmoeder die belde me en die zei, het is een helikopter, ambulance en ze weet niet zeker of het om Frenkel ging, maar ze gaan maar even polshoogte nemen. En mijn zoon die was moe en die kwam net terug van kamp, dus die lag al op bed. Ik heb mijn zoon moeten aankleden en mijn dochter naar de buurvrouw Claudia moeten brengen. En toen zijn we gaan rennen, en gaan rennen voor ons leven om te kijken of het wel mijn vriend is. Dus. En, eenmaal daar aangekomen bij die helikopter. Ik wou in de helikopter gaan. Ik schreeuwde tegen hem. Ik wou de helikopter in gaan. Hij is daarin. Ik mocht niet naar binnen. En ik loop stukken naar mensen te zoeken die ik ken. Familie, broer. Ja, ik kom een broertje van hem tegen, Riley. En die sloeg op zijn hoofd. Hij ligt daar verderop bij het Pijnakkerplein. Hij ligt daar dood. Thank you.
Geen aardse schatten, hier gij vraagt, geen heerschappij, maar gij vraagt, is slechts genade. Aan uw zij, steeds daarbij. Aan uw zij, steeds daarbij. Wat gij vraagt, is slechts genade.